soms lopen jongeren vast. Er zijn niet altijd voldoende activiteiten of er zijn problemen op school. We gaan eens kijken hoe ze dat hier in Almelo oplossen. En welke doelgroep zit hier in Almelo? Nou, jongens en meisjes van onder de 10 tot 18, zeg maar, tot en met 17. En toch allemaal jongeren die op wat voor reden ook vastgelopen zijn. Het wordt gerund door vrijwilligers, zeg maar, jongeren. Iedereen die kan zich opgeven. Ook als jongeren komen, goh, maak even muziek draaien. Dan gaan ze daar achter de installatie daar staan. En, nou, dat kan allemaal. En tot nu toe gaat het eigenlijk allemaal hartstikke goed. Maak je regelmatig gebruik van de showsavonden? Ja, ik kom eigenlijk elke donderdagavond. Ik kom daar eigenlijk al vanaf het begin. Ik vind het gewoon heel leuk en ik heb destijds heb ik ook eigenlijk een beetje een titel gekregen als barcoördinator. Waarom ga je naar de jongerenshows het Gouden Bos? Omdat het hier leuk is. Je kunt hier goed chillen met vrienden en het is hier ook altijd wel gezellig met anderen. En hoe vind je het zelf om zo'n shows mee te maken? Ja, ik vind het mooi. Ik ben ook met het idee gekomen voor de shows, zeg maar. Het is heel laagdrempelig. Het leukste hier vind ik de pooltafel, want hier ben ik ook het vaakst te vinden. Echt, of ik zit op de bank of ik ben hier. Voor de rest, ik vind alles eigenlijk hier wel even leuk. Als je na zo'n avond naar huis gaat, hoe voel je je dan? Ik voel me wel vrolijk, want ik heb met mijn vrienden kunnen chillen. Ik heb gewoon lol kunnen hebben en dat is gewoon echt fijn. Het is namelijk ook niet makkelijk om hier te wonen, dus dit soort dingen zijn echt fijn om te hebben. Dan zou je misschien ook overdag open willen gaan. Dat is het mooiste, dat je bijvoorbeeld, dat is mijn idee, dat je bijvoorbeeld 's ochtends open bent. Stel dat jongeren worden weggestuurd van school, dat ze weten, oh, we kunnen naar het Gouden Bos. Dat ze een beetje afgekoeld zijn, maar vaak komen ze natuurlijk opgefokt binnen. En dat je dan naar de groep belt van, nou, hij is nou wel hartstikke rustig, kom je nu ophalen, moet ik hem terugbrengen. Weet je wel zo, dat zou mooi zijn. Zou je meer gebruik willen maken van de shows? En waarom? Ja, zeker weten, want het is gewoon heel leuk en er komen best veel mensen op af. Ja, ik raad het ook zeker iedereen aan om hier naartoe te komen. Vind jij een show ook gaaf of wil je wat anders? Mail dan naar redactie@purijn.nl en wij doen de rest.